partners van TVL Sportarena CNS Oliver en Bloemenhuis het Kwekerieke. Hartelijk welkom bij de Sportarena met vandaag de Finse doelman van VVV Venlo, Nicky Maanpa. We gaan het hebben over jumping indoor Maastricht en dat doen we met een van de organisatoren, Marcel Hunze. Hij is er een week tussenuit geweest, maar vandaag is er weer terug Thomas Stukstetten van indewandelgangen.com. En daar zijn we natuurlijk bij het amateurvoetbal. En daar komt ook onze club van de week, uit zaalvoetbalvereniging Inter 80 uit Tegelen. En namens de zaalvoetbalvereniging aangeschoven de voorzitter Marco Verkampen en de erevoorzitter Krijn Snijders. Meneer Snijders, hoe werd je erevoorzitter? Dat gaat eenvoudig, denk ik. Ja. Als ze maar lang genoeg bij een vereniging was en die werken niet meer gaan, een beetje fatsoenlijk gedaan is, dan zal ze toch wel een keer erevoorzitter kunnen worden. Volgens mij komen we er dadelijk nog even op terug. Ja. Marco, hoe werd ze voorzitter? Want ik heb begrepen, de kersverse nieuwe voorzitter van Inter 80 bij Stig. Dat klopt, je bent goed geïnformeerd. Sinds een week of drie, denk ik, als ik dat even zo inschat. Wie wierde ze dat? Ja, door lang genoeg bij de club te blijven, vooral betrokken te zien en in eerste instantie zittingen in het bestuur te nemen. En vervolgens gevolgd de wereld. Ja, ja. Ja. Vanwege die kwaliteiten uiteraard. Hè? Dat moet je allemaal voorbijen. Dat gaan we vanuit. Inter 80, de naam zei het al 33 jaar. Zaalvoetbalvereniging. Door met denk ik een van de grondleggers van het zaalvoetbal in Limburg. En ik denk dat ik dan meneer Snijders aan moet kijken. Ja, ik denk dat juist is. In de beginfase, in de jaren 80, waren we al niet zo gek veel van dat zaalvoetbal gebeuren. Als we bij Inter kijkt, de boys die destijds in de vereniging opgericht hebben, er waren er ook, wat dat betreft, ook nog weinig zalen in de omgeving, ook nog om te voetballen. Ja, die zalen waren ook natuurlijk bezat, hè. Met het gevolg dus dat ze ook nog een stuk van hoe ze moesten om te voetballen. Wat dus, dat betreft zijn de oude tijden aan het herleven natuurlijk, hè? Want ik begrip, Marco, dat je tegenwoordig niet in Tegelen voetbalt, maar in de Bokent. Dat klopt. In Blerik. Ja. Dat heeft te maken met onder meer de prestaties van de bijzondere prestaties, moet ik zeggen, van Inter 1, ons eerste elftal. Die spelen momenteel hoofdklasse en dan missen ze verplicht om op maandagavond te voetballen. En dat is de badmintonavond? Exact. Dus moesten we weg uit Tegelen. Ja. En nu zitten we in de Bokent en mijn veld is prima. Dat is toch jammer, hè? Zeker omdat het eerste team, moet ik zeggen, het is geen elftal, maar het eerste team het zo goed uit, dat ze daar niet in hun eigen dorpjes voetballen. Ja, maar goed, eigen dorp. Inmiddels bestaat Inter 80 ook voor de helft voor het Blerikeneren, waaronder ons eerste elftal. Dus Inter 80, de naam zei het al, internationaal. Internationaal op regionaal niveau wil ik erbij zeggen. Ja, Inter 80 vult zich overal toe, ook in de sportarena. Net als met ieder club gaan we de foto's met u doornemen die je ingestuurd hebt. En we beginnen met een foto uit de oude doos, meneer Snijders. En ik vind of je dit team herkent. Dat herken ik, ja. Dat is het team waar het mij gestart is allemaal. En ook in dat team, daar zaten dus ook spelers in die boot gespeeld hebben. Dus niet, althans begon in boot. En daarna het veld te groot hebben gevonden in me gaan en door begrepen om besloten hebben. Het veld te groot, dat is mooi. Ja, en door besloten hebben begrepen om van Loders in de zaal te voetballen. Die hebben ze bij elkaar gegroeid. Mm. En dat waren allemaal vrienden en kennissen en familie, weet ik wat het allemaal was. Maar in ieder geval hadden Boete al leuke voetballers. Er stonden leuke voetballers bij die Boete goed gevoetbald hebben. Bij Fortuna, bij VVV. Hebben ze dat voor Peter Prouw? Denk ik, als ze dat voor Fortuna, ja, VVV hebben. Ja, hebben ze voor Hans Pijlser, bij VVV. Hans zit achterrug. Ja, daar zit achter. Daar hing nog op het tiende in de lamp, heb ik me laten vertellen. Door weet ik dus niks van. Maak er wat zichtigheid van. Ja, van Hans zelf eigenlijk. Ja. Ja, goed. Was dat zo'n feestbeest? Ja, goed, zo wie ik Hans ken, is dat nog steeds. Dat is duidelijk. Volgens mij was Hans ook zijdelings betrokken bij foto nummer 2, het kampioensteam. En Marco, misschien het beste team wat Inter 80 ooit gehad heeft? Ja, goed, dat is eigenlijk het huidige elftal. Wat is het team wat nu? Ja, daar zitten er drie van heen. Daar zitten Davy, Dennis en even kijken, dat is de heer Peters. Frank, zou ik daar zitten, sorry. Die kwamen een paar jaar terug, kwamen die eigenlijk bij ons langs, bij Inter 80, met de vraag van, goh, zou we je mogen voetballen? Nou goed, dat kost. En ik 3 à 4 jaar later spelen ze gewoon hoofdklasse.
nog drie kampioenschappen. En dat is natuurlijk zeer bijzonder voor onze vereniging. Want ik geloof in goed veld is er geen einde zaal voor een club die op dat niveau speelt. Dus daar zien we ook trots op. Ja. En ze doen het weer goed, dit seizoen. Ze doen het weer goed, ze draaien boven en mee. En ja, weer wedspelen volgend jaar al nog een klasse hoger. De topklasse hebben we er nu over. Dat zou wat zien. Dat gewoon je niet uit de weg, dat vind je wel leuk? Dat gewoon niet uit de weg, nou. Super, super. Wat je ook niet doet uit de weg, wat zijn andere uitdagingen. Zeker in het verleden als het gaat om kieken of Oranje. Naar Tegelen kost ze kregen het Nederlands zaalvoetbalteam. En dan gaat foto 3 af. We hebben een foto van de wedstrijd Nederland-Polen. Ja, ja. En de zus, toen was de hal nog vol. Dat is tegenwoordig wat moeilijker, hè? Ja, de zaal had toen twee keer bomvol gezeten. En dan waren we twee interlands die we mochten organiseren. Intertakje, dus als klein zaalvoetbalclubje. Mm-hmm. Er waren oefeninterlands tussen Nederland-Polen en Nederland-Frankrijk. En ja, Inter 80 heeft zich toen opgeworpen als gastheer. En dat is van beide zijden uitstekend bevallen. En ja, dat is toch wel iets wat daar staat Inter ook voor. We zien een kleine vereniging, maar zaalvoetbal was toen populairder, heb ik het idee, als nu. Ja, is dat zo? We hebben het al over 2004, geloof ik. Dus een kleine 10 jaar geleden. Toen was het de top. Toen hadden we net zoveel teams als nu, denk ik. Ja, maar publiek? Het publiek, ja goed, het publiek komt op een topper. En als een Nederlands elftal even langs kunnen dan willen ze wel komen natuurlijk. Ja, dat is zeker. Wij gaan naar de volgende foto. Foto 4, het oud bestuur van Ug. Inmiddels oud bestuur, want ze zijn onlangs afgetreden. Ja, ze zien allemaal heen. Waarvoor dank trouwens. Die mannen hebben toch wel betekend voor de vereniging. De foto's zijn wat mij betreft ook symbool voor een omslag binnen de club. Hoeveel jaar verschilt dat? Want volgens mij de oud-voorzitter John Jansen is... Ja, een jaar of 13 verbonden geweest. Ja, 13 jaar. Ik heb er 14 jaar. Je hebt 14 jaar. John Jansen ook erelid geworden. Je hebt 3 ereleden ook inmiddels. Alle 3 hé. Ja. Ja, we hebben ze derde. Jos Geibels, achteraf. Achter me, kijk. Sorry, meneer Geibels. Ja. Gelijk mijn excuses aan mee. Dus met deze foto wil je eigenlijk zeggen, dank je wel. Ja, dank je wel inderdaad, dat ten eerste. En ook, stel ook voor een nieuw begin. Hè. Ik bedoel, we beginnen met een nieuw bestuur van de oudste 30 jaar is. Een heel jong bestuur, dus beginnen we aan een uitdaging. En het is natuurlijk de vraag, wat dat als schip brengen. Ik hoop nog beter dat hier. Ja, ik hoop het met zich met. En dan komt een jaarlijks terugkerend evenement aan bod bij de 5e foto. En dat is de Soccer Night. Ik zeg jaarlijks terugkerend. Afgelopen jaar heb ik het gemist, als ik het goed heb. Afgelopen jaar hebben we het echt gedaan. 2011 dacht ik. Dat was volmaken. Ja. Nou, en Soccer Night bestaat al vanaf begin jaren 90. Misschien dat Krijn er iets over kan vertellen? Ja, dus we hadden al voorheen ook toernooien. Waar geen Inter Soccer Night toernooi, waar ze gewoon een toernooi. En daar wordt op een gegeven moment de animo verdwenen door GB. En toen hebben we in de bestuursvergadering een keer geopperd, wat gaan we ermee doen? Gaan we ermee stoppen? Gaan we er nog mee door? En toen kwam er bij een van de bestuursleden een idee van, maken we een nachttoernooi van? Toen heb ik gezegd, een nachttoernooi? Ik zoek dat al veel meer. S'nachts om 2 uur, om 3 uur van voetballen. Nee, dan beginnen we later op de dag en dan trekken we door. Wie is 12 uur of 1 uur? En dat hebben we toen gedaan en dat is zo goed aan. En wat is dan het mooiste ervan, die wedstrijden of de kantine? Nou, ik denk dat ze het beide, dat moesten samen zien. Want de kantine omzet is, wat hij er nu heeft gehad, is geweldig geweest. Dus het voetballen, ik denk later op de oven, de voetballen misschien minder is geworden. Maar in het algemeen moesten ze dat samen zien, dat is gezelligheid. Ze hadden niet in de gaten dat het legeloed was, heb ik gehoord. Dat is wel best kennen, dat weet ik niet. Ik bedank u voor de komst alvast. Ik wens u in ieder geval heel veel succes tegen ons nieuwe voorzitter bij Inter 80, dames en heren. Inter 80! En we blijven in het voetbal. Ik schakel even over op mijn beste Fins, wilde ik bijna zeggen, mijn beste Nederland. Welkom de keeper van VVV Venlo, de Fins keeper Niki Maanpa. Ja. Niki, hoeveel talen spreek jij? Ik spreek Fins natuurlijk, hè, mijn moedertaal. En wij hebben ook in Finland, wij hebben Zweeds als officieel taal. Maar mijn Zweeds is niet zo prettig. En Nederlands, Engels, een beetje Frankrijk, Frans. Frank. Ja. En als je nou op zijn Fins moet zeggen, alles hier is VVV, hoe klinkt dat dan? Raar, hè? Ja, dat neem ik voor mij wel, denk ik. Maar zeg het eens. Alles hier is VVV. Ja, dat is Limburg, maar op zijn Fins. Op zijn Fins? Alles hier is VVV Venlo. Kijk het talen on VVV. Kijk het talen on VVV. Heel mooi. Bedankt. Je spreekt zoveel talen en daar was ik best wel verbaasd over. Jij was al met je 18e weg uit je vaderland.
Ja, klopt. Ik was 18 toen ik kreeg kans naar Frankrijk te gaan. En ik heb deze contract getekend en dan ging ik naar Frankrijk. Bij Racing Club Lens? Ja, klopt. Je bent 18. Waar word je dan neergezet? Word je opgevangen? Of hoe gaat zoiets? Voor mij was het gewoon, ik nam mijn rugzak mee en ik ging naar Frankrijk. En ik wilde, dat was altijd mijn droom om in het buitenland te spelen en pro-voetballer te worden. En dat lukte dan wel. Ja. Je hebt bij Racing Club Lens niet het eerste team als basisspeler gehaald. Je bent na 3 jaar naar Nederland gekomen en daar heb je achtereenvolgens bij Den Bosch, Willem II, AZ en nu VVV gespeeld. Ja, wat trok jou zo in Nederland aan? Nou, ik had toen een van mijn beste vrienden speelde bij Willem II toen. Ik kreeg zaak van Eben van Nederland. En Wie was dat? Dat was sportconsult Nederland. De naam Arie Treffers. De zaak van hem van Ruudje Boijmans onder andere. Ja. Hij heeft eigenlijk mij naar Nederland gebracht. Ja. Daar was geld te verdienen voor jou. Ja. Ja, zo simpel is het. Ja. Hey, je hebt dan een heel aantal clubs. Overal speel je best wel een aardig aantal wedstrijden. Misschien bij AZ nog wel het minste. Maar voor mijn gevoel is de echte doorbraak voor jou als keeper, dat je zoiets had van wow, daar staat nou eigenlijk, is gedurende het vorige seizoen bij VVV gekomen. Ja, tuurlijk. Toen ik eerste keeper voor het Finse elftal, hadden wij in dezelfde pool zo'n land als Frankrijk en Spanje. En eindelijk dit seizoen, of dit jaar, kalenderjaar, we speelden uit tegen een kwalificatiewedstrijd tegen Spanje. En dat ging heel goed. We hebben 1-1 gespeeld tegen Spanje en eindelijk dat was een van de wedstrijden waar was ik zeg maar doorgekomen. De ster van de hemel keepte die wedstrijd. Je hield er bijna alles uit op die ene naam. Behalve die ene. Ja, je speelt met Finland 1-1 in Spanje. Je komt terug bij VVV en voor mijn gevoel stond er een andere persoon. Zeker een andere persoonlijkheid in de goal. Ja, denk ik wel. Het is natuurlijk makkelijker voor mij, om te coachen met mijn eigen taal. Het is ook karakterverschillen tussen Finse en Nederlandse jongens. Natuurlijk is het voor mij makkelijker voor mijn eigen jongens spelen en met mijn eigen jongens spelen. Voor mijn eigen taal coachen. Ik ben al heel lang in Nederland en ik praat behoorlijk goed Nederlands, ik moet nog beter ontwikkelen met mijn taal. Je hebt de Nederlandse vriendin Kimberly, die is er hard aan het schaven dat nog beter gaat. Klopt. Het keepersvak in Nederland verschilt ook van alle andere landen. Ik neem aan dat in Finland vooral gekeken wordt, en dat doen ze in de meeste landen hoor, dat de keeper een bal tegen kan houden. Hier in Nederland gaat het nog even verder, want je moet ook mee kunnen voetballen en alles. Heb je daar problemen mee gehad met dat facet? Nou, ik denk in het begin, had ik een beetje problemen met meevoetballen. Maar toen ik 3 jaar bij Den Bosch speelde, ik leerde best wel goed ook meevoetballen. Als libero, ze moeten ze noemen het af en toe, dat moeten als libero, zoals libero spelen als je keeper bent. En je bent tevens de laatste man. Ja. Maar hier, ik denk goed ontwikkeld met mijn meespelen. Je keept, je zei het al, voor het Finse nationale team. Speel je dan bij VVV niet te laag in de eerste divisie, de Jupiler League? Nou, voor mij is... ik had veel jaren, eigenlijk 2 jaar bij Willem II, een jaar bij AZ en mijn laatste seizoen eigenlijk bij Den Bosch. Ik keepte heel weinig. Dus voor mij is het gewoon het belangrijkste dat ik elke week keep. En daar kan ik best een stapje maken, hoger, naar de hoger niveau
Als ik elke week speel. Ja, je bent pas 28. Ik zeg pas, want voor een keeper is dat nog jong. Je hebt, als het even mee zit, nog 10 jaartjes te gaan. Ja. Ja, dus in dat kader moet ik dat plaatsen. Jij moet zoveel mogelijk keepen. Jij wil gewoon nog veel beter worden. Ja, maar het is ook een heel raar gevoel. Ik ben nu al 10 jaar in het buitenland. Ik ben 28, maar ik heb eigenlijk anderhalf jaar terug, ik had al pas gevoel dat ik heb net begonnen met voetbal. Dus ik hoop dat ik kan nog lang doorspelen en nog hoger niveau bereiken. Ja. Dat hoopt heel VVV dat het niveau omhoog gaat. Jullie staan zesde. Waar horen jullie met dit VVV thuis? Ja, het is moeilijk om te zeggen. We hebben heel veel nieuwe spelers. Als je kijkt vorig seizoen, hoeveel spelers hebben weggegaan en hoeveel nieuwe spelers hebben wij gehaald. Maar dat is ieder seizoen. Ja. Dus het is een beetje moeilijk dan echt iets opbouwen. We hebben wel kwaliteit in de groep, denk ik, maar we spelen nog steeds te wisselvallig. Ja. En dat moet constant niveau we moeten halen. Hoe gefrustreerd ben jij als jij in de goal staat en er komt... Je hebt zelf 14 kansen als VVV en er komt 1 bal op goal en die gaat erin? Ja, dat baal je zeker, ja. En hoe uitzicht dat bij jou na de wedstrijd? Is het dan niet aanspreekbaar voor de vriendin? Of kun je dat goed van je afzetten? Meteen na de wedstrijd, als ik heb niet goed gedaan of mijn team is niet goed gedaan. Ik ben best wel zwaar teleurgesteld. Maar dan volgende dag ben ik weer gewoon mezelf. En dan is het makkelijker naar mij toe te komen. Ja. Je hebt keepers die zijn direct na afloop van de training van het veld af. Ik heb er vorig jaar tussen mogen lopen. Jij was voor iedereen na de training nog bereikbaar om een paar ballen te stoppen. Jou moesten ze van het trainingsveld trekken. Ik hou van trainingen. Dit is mijn werk en het is mijn droom, zeg maar, vrouwenvoetbal te zijn. Ik wil nog hoger niveau. Wat is jouw droom? In Engeland spelen. Premier League, ja. Nou, laat zeggen, via VVV ben je op weg naar de Premier League. Maar ook daar zul je Finland misschien missen. Je bent 10 jaar weg. Wat mis je het meest? Tuurlijk mis ik mijn familie. Dat is de Finse sauna's, de bossen. Wij hebben wel een goede sauna in de club, in de kleedkamer. Dus, bij VVV. Bij VVV. Misschien Finse brood. Dat is wel lekker, maar elke keer als ik naar Finland ga, dan neem ik mee. En dan heb ik in de diepvries, meerdere zakjes Fins brood. En dan kan ik, verder leven. Ja, je spreekt goed Nederlands. Dank je wel voor je komst, Nicky. En heel veel succes met VV. Nicky Maanta. Dank je wel. Na de reclame praten wij hier verder met Marcel Hunze. En dan gaat het over Jumping Indoor Maastricht. En Thomas Tuukstedte over het amateurvoetbal. Maar dus eerst de boodschappen. Partners van TVL Sport Arena, CNS Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieke. Ja, welkom terug aan de Sport Arena Toffel. Dadelijk spreken we met mijn grote vriend Thomas Tuukstedte over het amateurvoetbal. De club van de week zit nog steeds op de achtergrond. Dat is ZVV Inter 80 uit Tegelen. Maar we beginnen met Jumping Indoor Maastricht. En aangeschoven is een van de organisatoren, Marcel Hunze. Marcel, welkom. Jumping Indoor Maastricht is na 2 jaar afwezigheid terug. Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat de paardensport een heel belangrijk is voor Limburg. Er zijn veel goede ruiters in Limburg. De paardensport is van enorme economische betekenis voor Limburg. En daar hoort een topevenement bij. En dat was weg en dat is nu weer terug. Een echt Maastrichts groots evenement van internationale allure. Internationale allure, maar niet voor Maastricht alleen, maar echt voor heel Limburg. Dat is de insteek. Het evenement is te klein voor heel Nederland.
En het is te groot voor Maastricht. Dus daarom richten we ons op heel Limburg. Je hebt gezegd, het gym, het jumping in Maastricht als etalage voor Limburg. Om te showen wat de paardensport hier in Limburg te bieden heeft. Ja, klopt. We hebben veel. De laatste winnaar is Leon Thijssen, ook een Limburger. Er komen uit Baarlo. Ja. In Baarlo daar is Stal Hendricks. Heel Limburg staat bol van de paardensport. En daarom gaan wij weer zorgen dat er een heel goed evenement staat. Niet alleen de Limburgse toppers overigens, maar echt de internationale top zal aanwezig zijn. Dit is de eerste keer na 2 jaar afwezigheid dat het terug is. De reden dat het weg is gegaan is toch een beetje aflatende belangstelling, vooral van de commerciële zijde. Ja, klopt. Hoe hebben jullie dat nu aangepakt? Want jij bent er voor de eerste keer bij. Ik zal even uitleggen, als organisator samen met Frank Kemperman. Jullie doen ook Indoor Brabant. En Frank Kemperman kennen we ook van het Gio in Aken. Klopt. Jij komt uit de tenniswereld. Ja, klopt. Nou, we zijn alle twee redelijk ervaren in de evenementenorganisatie. We hebben ook eventjes goed nagedacht voordat we ja hebben gezegd tegen het verzoek om Jim weer op de kaart te zetten. Belangrijk is denk ik dat we een keuze hebben gemaakt voor echte kwaliteit. Kwaliteit qua ruiters, kwaliteit voor aankleding, innovatie qua programma. We hebben een aantal leuke rubrieken, nieuwe rubrieken die nog niet bestaan. Vandaag staat de knockout dressuur op het programma. We hebben een all-star rubriek met een aantal oude toppers. Komt eigenlijk vanuit de tenniswereld waar veteranen gaan spelen na hun carrière. Ja, precies. En nu gaan we dat introduceren bij Jim. Dus een aantal innovatieve dingen. Maar dan zijn de ruiters oude paden niet, hè? Nee, dat klopt. Neem ik aan. Ja, relatief oud. Hè? Relatief oud. Ja. En we gaan het toegankelijk maken voor veel mensen. De entreeprijzen die zijn tussen de 10 en 25 euro. Dus dat is een zeker in de paardenwereld en evenementenwereld een heel schappelijk bedrag. Waardoor de publieke belangstelling ook weer echt aan het toenemen is. Ja, jij hebt tijd gevonden om midden in de drukke bezigheden, in dat drukke weekend, hier even aan te schuiven. Betekent dat wat je net zei, dat de sponsoring ook... Jullie hebben natuurlijk geluk met de provincie en met de Rabobank Maastricht en omstreken. Ja, we hebben een aantal goede sponsoren, hoofdsponsoren die ons ondersteunen. Een aantal official sponsoren. Dus op zich zijn we daar goed mee op weg. We hebben een heel groot team, ervaren team die aan de slag is. Daarom kan ik hier ook aanwezig zijn. We hebben alle vertrouwen in een hele goede eerste editie. Een goede afloop van de eerste editie. Zodat we kunnen bouwen naar de toekomst om het steeds beter en groter en mooier te laten zijn. Met welk budget mogen jullie nu al werken dan? We werken rond de 1,5 miljoen euro voor dit jaar. En het doel is om dat te laten groeien naar zo'n 2 miljoen euro. Dat moet haalbaar zijn, denk ik dan. Ja, als we dachten dat het niet haalbaar zou zijn, waren we er niet aan begonnen. Een van de innovaties waar je het over had, is dat je eigenlijk een verlengstuk ook wil van de Maastrichtse binnenstad naar het MEC, naar Jumping Indoor Maastricht. Ja, nou ja, goed. Kijk, Maastricht staat voor culinair, staat voor kwaliteit, staat voor mooie winkels. Dat proberen we terug te laten komen op het evenement. Dus er is niet alleen een piste waar paardensport bedreven wordt, maar er is ook een mooi promodorp waar culinaire activiteiten zijn, waar mooie winkels zijn, waar mooie merken aanwezig zijn. En die combinatie moet het aantrekkelijk maken voor alle bezoekers. Dus als er mensen zijn die net als jou nog nooit paard hebben gereden, want dat heb ik me laten vertellen, dan is het toch interessant om naar de gym te komen. Ja, en dat is, kijk, er is een hele groep Limburgers die van paardensport houdt. Nou, die moeten vooral naar de gym gaan. Maar als je paardensport leuk vindt, maar geen echte grote fan, dan moet je ook naar de gym gaan. Want het is gewoon leuk voor iedereen. Het is een dag uit. Het is zien en gezien worden. Ook dat. Ja. Je hebt je opleiding gehad, ook wel heel mooi, bij een Amerikaans sportmanagement bureau. Ja. Is dat Amerikaanse way of life totaal anders dan hoe wij hier tegen sportmanagement aankijken? Nou ja, Amerika loopt altijd een beetje voorop. Zeker ook op het gebied van sportmanagement. Hè. Dat bestaat nog niet zo heel lang in Nederland en in Amerika al heel lang. Dus ja, daar heb je wel wat natuurlijk vroeg van meegekregen. En daar heb ik wel van kunnen profiteren bij de evenementenorganisatie. Ja, het mooiste is, je bent net als ik in Hoorn opgegroeid. Van je 4e tot je 17e stond jij daar op de tennisbaan. Ik was op voetbalveld. Klopt. Jij bent daarna uiteraard je eigen weg gegaan. Ja. Vooral bekend geworden met evenementorganisatie in Brabant. Het tennistoernooi in Rosmalen, daar ben jij de organisator van. Dat loopt al jaren puik. Indoor Brabant.
dat loopt goed. Ja. Ja. Nou de kans om in je eigen Limburg, zeg ik dan, wat neer te zetten. Geeft dat een extra prikkel? Nou ja, absoluut. Maar goed, wat ik al zeg, als we dan zeggen we gaan eraan beginnen, dan willen we ook gewoon een heel goed evenement organiseren. Maar het scheelt tijd. Je kunt nu thuis slapen, je hoeft niet in een hotel te overnachten tijdens het evenement. En nou, je bent zo hier. Normaal gesproken moet ik wat verder rijden. Ja, ik ben me dat ervoor gesteld met die tennissers. Die zorg je dat ze een goed onderkomen ook hebben. Maar ja, je kan die ruiters een goed onderkomen hebben. Moet jij ook zorgen dat die paarden goed onderkomen hebben? Of ligt... Ja? Ja, 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 nemen ze hun eigen trailers mee? Tennissers is makkelijk. Hè? Dat zijn mensen. Hier heb je met de topsporter en de toppaarden te maken. Dus dat vergt een andere benadering. En de toppaarden die zijn natuurlijk kostbaar, dat weten we allemaal. Dat gaat over miljoenen. En die worden perfect verzorgd. Dat is ook belangrijk. Vinden de ruiters ook belangrijk. Als hun paarden goed verzorgd worden, nou, dat is voor hun een extra stimulans om te komen. En daarom beginnen we met waar het allemaal om draait. De topsporter met zijn toppaarden om die in de watten te leggen. Hoe moeilijk is het in die context om zowel sporters, waar je het nou eigenlijk over hebt, de sporters en de paarden, om zowel sporters, publiek als sponsors te pleasen? Nou, het is niet moeilijk. Kijk, eigenlijk heeft iedereen dezelfde doelstelling. En dat is genieten van een evenement. En dat geldt van de sporter. Dat geldt voor de bezoeker, de sponsor, dat geldt voor de pers, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Iedereen die komt daar om zijn werk te doen, maar in ieder geval om daar ook het zo goed mogelijk te doen en ervan te genieten. En ja, goed, daar draait het uiteindelijk om bij een evenement. Het moet voor iedereen, alle betrokkenen, moet het leuk zijn. Ja. Tot slot, als mensen vanavond nog naar het MEC willen, naar Jumping in Ommestreek, of morgen op zondag, wat staat er nog op het programma? Nou, vanavond staat de Audi-prijs op het programma, een hele mooie springrubriek. Daarna entertainment in het Promodorp. En morgen het hoogtepunt. We beginnen met de Jimmy-ochtend. Fantastisch programma van allerlei ponyrijders die zich hebben geselecteerd. Heel dol enthousiast. Voor de jeugd dus? Voor de jeugd. Ja. En we sluiten af in de middag met de Longines-trophy. Het hoogtepunt, de grote prijs van Maastricht. Waar alle topruiters acte de présence zullen geven. En vanavond nog veel zangers, veel... Vanavond entertainment, mooi programma, paardensport, leuke avond. Ja, ik zou zeggen proost op de terugkeer van Jumping in Ommestreek met water. Dat zal bij jullie Jeez. Anders zijn. Doen we. Dames en heren, Marcel Hunze. Ja, en van de paardensport maken we een sprongetje. Ja, naar het amateurvoetbal. Dan komen we bij Thomas Tuk zetten. Thomas, ik schakel ook gelijk weer naar het Limburgse terug. Klopt. We hebben het gemist, dat zeg ik er eerlijk bij. Dus, ik was weg. In Azië. Azië? Lekker ver weg. Ja. Ik heb ook heel weinig metgekregen. Scouting, hè? Ja. Azië is booming. Ja. Ik hoop dat ze wel zoveel met hebben gekregen dat we kunnen terugblikken op het afgelopen weekend. Nou, ik ben goed geïnformeerd door mijn collega's en ik heb me een beetje ingelezen. Dus we gaan het proberen. Ja, schietsloos. We beginnen in Weert, want Wilhelmina pakte vrij laat in het seizoen de eerste periode. Dus die eerste periode is al een paar weekenden terug geweest. Maar Wilhelmina deed dat afgelopen week en deed ze goed om het Veerheim te winnen bij Berghemsport. In Brabant. En ik vind het een puike prestatie. Vorig jaar als trainer weggegaan daar. Nu is het Stefan Samons daar. Ja, en hij deed het gewoon hartstikke goed. Je kunt van een vierde klasse winnen. Wilhelmina heeft niet veel meer als het eerste en geloof het tweede, hè? Heb ze ook gelegen. Maar ja, dat eerste is wel al jaren bij elkaar. En daar bouwen ze wel lekker met verder. Dus de prestaties zijn goed. Ze zijn tevreden over de trainer. De beker naar Zwolle uitgeschakeld net. Dat was ook wel een ervaring. En in de competitie de periode gepakt. Ja, zeker. Maar ik vind het gewoon knap. Want vorig seizoen hebben ze ook een goed seizoen gedraaid. Nou, trainer ging weg. Dan moesten ze het altijd maar afwachten of het zich weer pakt. En dat duidde. Dus terechte winnaar. Ze hebben nog één wedstrijd te goed. Dus ze kunnen op 6 punten loskomen. Dus ik neem aan dat Wilhelmina ook de trainer van de week levert. Ja, maar ja, inderdaad. Dus we kregen hem al in beeld dadelijk. En Stefan is de trainer van de week geworden. Ja, ik denk terecht als ze met ze hebben gewoon... Zeg nog een keer de hele naam, Stefan. Stefan Samans. Kom uit België. Vroeger EVV gevoetbald. Aparte man.
wel een hele aardige man. En, ja, maar ja, Dick was apart, ik ben ook apart, dus daar maakt niks uit. Ja, nee, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja, Belfeldia, er waren trouwens heel paar grote uitslagen. In Brabant werden er 6-6. Maar Belfeldia die wonnen met 1-8 en dat vond ik ook wel apart. Want, ik heb niet vaak voor. Nee, zeker niet bij Belfeldia. Want, zeker niet bij Belfeldia. Die doen het niet echt heel goed. Vorig seizoen zijn ze uit de derde klasse gewoon. 1-8 gewonnen bij Sporting, hè? Bij Tienrij. Ja, dat is een combinatie, hè. Tienrij Zorgen. Het Zorgen, Tienrij, ja, ja, ja. Ja, dus 1-8. Davy van der Beuken was een grote man met veel doelpunten, dus even de helft van de productie op zich nemen. Nou, top. Dus Tim Nabbe, kent ze misschien ook nog wel. Die had nu schijnt dat het op rolletjes het. Nou, we wachten af, we wachten af. Nou, we blijven in het Venlose. In Venlose, want daar is bij Vos is het Waalhommelis. John Terhuto is aan de kant gezet door het bestuur. Ja, John Terhuto is de trainer van Vos, maar is al een tijdje ziek, hartklachten. Hartklachten, eigenlijk vorig jaar al, toen ze kampioen werden. Wie kennen we dan? Dus ze hebben hem aan de kant gezet, vertel. Ja, kijk, John is er natuurlijk ingestapt een aantal jaren geleden. En de heeft dat hele zaakje een beetje op proberen te zetten. Vos een goed geluk dus, hè? Ja, het is een prima geluk. Vorig jaar zijn ze gepromoveerd met aardig voetbal. Ja, en dit seizoen wisten ze natuurlijk wel dat het lastiger zou worden. Nou, John, de keek het vanuit, de kennen hem wel voor de groep. Hij mocht niet op het veld. Hij mocht niet op het veld, die kennen het ook niet. Dus zijn assistent van Lo, die heeft het overgenomen. Maar ze deden wel nog altijd de opstelling bespreken. Nou goed, nu hebben een aantal spelers zijn er tegenin gegaan. Die dachten dat, waarom moet John nog een opstelling bespreken met hem als hij er nooit is? Ja, wie ik begreep was het probleem vooral Chino en Didi Tayutu, familie van John. Ja, goed, ik weet niet welke spelers het probleem waren, maar als u dat hebt gehoord, dan kent dat. Ja, ik weet het niet. Er zijn in ieder geval zijn er spelers die een probleem hadden met John, met en de keuzes die hij maakte. Die zijn naar het bestuur gegaan, hebben de keuze aan het bestuur gesteld en daaropvolgend is John aan de kant gezet. Nou, Didi en Gino, zonen van hem, die zijn er achteraan gegaan. Die hebben zich bedankt. Ja, die hebben zich ook bedankt. Dus dat zal ook wel, dat is dan doorvolgend. En Chris Verloot, de nieuwe assistent, dus die maakt het tot de winterstop af. En dan geeft hij ook weg. Het is toch een beetje jammer als een trainer dat toch veel van die club betekent heeft. Ja, en er moest nog maar afwachten wie het verder gaat lopen. Want ze hebben de laatste wedstrijden verloren. Het kan helemaal inzakken. Ik ben echt benieuwd naar wat Vos dit seizoen nog gaat brengen. Laten we hopen dat ze het... Het is wel nog altijd een vrij onstabiele vereniging. Ja, maar wel een vereniging die heel erg maatschappelijk betrokken is. En door verrast mij dit wel. Ja, okay. We hebben nog meer trainerswisselingen. Ja, trainerswisselingen. Ricardo Wasseberg, afgelopen woensdag bekend geworden. Geit vertrekt bij SSC 2000 na het einde van het seizoen. Waarom? Hij zit nu al in zijn eerste dispensatiejaar. Omdat er de papieren niet heeft. Volgend jaar weer zijn tweede dispensatiejaar. En dan moet er cursussen gaan volgen. Dat is dan verplicht. En dat wil er niet, want ik kan er pas in mei instruimen. En dat is allemaal heel moeilijk. Hij heeft zelf de keuze gemaakt om te stoppen. SSC wilde echt met hem door. En ze moeten nu op zoek naar een nieuwe trainer. Dus dat is één. Rob Lemmens van VVSCM uit Maastricht. Standaard Kaapberg combinatie is volgens mij. Zo. Ja, dat kwam er even moeilijk uit. Ik ben net druk, dus ik moet even winnen. En, ik vul dat tempo wel op. Ja, ik heb het in de gaten. Ja. Rob heeft ook zelf gekozen om weg te gaan. Vorig jaar ook kampioen geworden, stond nu derde in de derde klasse. Dus doen het ook vrij goed. Dus dat is niks met de resultaten te maken. En dan gewoon dan de meest opmerkelijkste misschien wel. Dat is Martin Vrush van Adveo uit Oorsbeek. Vorig jaar kampioen, nu koploper in 3B. Ook periode gepakt. Ja. En hij zei het gewoon, jongens, dit was een op het hoogtepunt moest ze afscheid nemen. Ja, dat zeggen ze wel eens. Hè? Maar hoe ligt het hoogtepunt van een voetbalclub? Ja, dat is moeilijk toe, maar, te bepalen. Ja. Dat zal achteraf blijken. Dus ja, die trainers gewonnen en er volgen er nog veel meer. Er zijn echt gigantisch veel trainersmutaties. Trainers gewonnen de nieuwe loot, er komt een nieuwe bie. Nou, dan kennen ze het hele regeltje wel. Thomas, we hebben het hier een paar weken terug met Tich nog gehad over EVV. Er was veel kritiek op het spel van EVV. Ja. Nu hebben ze afgelopen zondag 0-2 gewonnen bij Treffers. Nou, het was zaterdagavond. Het was, kijk, EVV de Treffers is altijd is de laatste tijd een beetje geprikkeld geweest. En, beetje beladen. Ja, een beetje beladen. Het was trouwens in echt, mocht ik even corrigeren. Het kleurde eigenlijk alleen maar rood. Drie rode kaarten voor de Treffers en eentje voor EVV. Ja, maar EVV won het was beladen omdat de mensen van Treffers bij de vorige nederlaag tegen EVV zeiden dat EVV zo negatief speelt. Ja. Dus die jongens waren op en top geladen.
Ja, en de drie treffers, goede kaarten. Ja, en de treffers ze weer in de mes gelopen. Want kijk, EVV is steeds gewoon onbekend. Dat het gewoon, ze spelen inderdaad defensief, maar ze komen ook graag snel het roet. En kijk, de trainer Leijbekkers, ze zei ook van jongens, ik moet met spelers uit de tweede klasse moet ik in de topklasse spelen. Nou, wat doen ze dan? Dan ga je ze Nederlanders opgooien. Dat doen ze dan niet. Want dan geven ze elke week met vier van het veld. Is heel logisch, maar ik wil nog even naar die drie rode kaarten. Want ja. Robin Jansen van Treffers kreeg rood. En even later kreeg zijn, een stukje later, zijn de tegenstander van EVV echt Vrijen. Die kreeg ook rood. Ja. En wie ik begrepen heb is, nu Vrijen in het veld afkwam, was Robin Jansen net gedoucht. En die kregen weer Wurt. Waarop Vrijen, iedereen heeft dat misgelopen, behalve sommige spelers van EVV. Waarop Vrijen Robin Jansen maar even een klein tikje in het uitgedeeld. Ja, ik ook dat is de topklasse. Ook dat is de topklasse. Ik heb er wel nog niets van gehoord, maar ja, we gaan naar de Oetvik, hè? Ja. Ja, toch? Handjes af van Robin Jansen. Handjes af van Robin Jansen. Hey, dan gaan we naar Venray. Want ook dat is iets wat ik al een tijd geleden hier. Ja. Meerdere malen heb ze aangekaart dat ze vond dat het bestuur van Venray niet goed omging toen met de vedettes. Nou, we zijn een seizoen verder en het bestuur is opgestapt. Het bestuur is opgestapt. Ik zal het even vertellen, Maries. Pille Maas, Venray, dat is ook een media gebeuren, die hebben daar een artikel aan gewijd en die hebben Peter Ronge, voor sommigen in deze studio nog wel bekend, denk ik, geïnterviewd. Peter Cerveur zit er daar en deze is dus ook opgestapt. Ja, en hij zegt van, de financiële situatie is de belangrijkste reden van het opstappen. Ja, oké, dat is prima. En Dorby zegt er ook van, maar ook de nieuwe organisatiestructuur met een klein bestuur werkt niet goed. Maar dan denk je van, ja, als we al een klein bestuur hebben, dan geven ze allemaal weg. Ja, dan werkt het helemaal niet meer. Dus, nee, maar misschien maken ze wel de weg vrij van nieuwe mensen. Ja. Als de nood het hoogst is. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval is het een probleem, want ze hebben geen hoofdsponsor. Hoofdsponsor is weggelopen. Dus financieel is het heel moeilijk. Misschien kan het nieuwe bestuur van ZVV Inter 80 dat erbij doen. Ja, ze kwamen in ieder geval heel professioneel op mijn geur. Dus het zou best een goede stap zijn. Ja. Misschien moeten ze het even weten. Ze zijn intercontinentaal, wat ze nou zei, maar dan in de regio. Maar dan zeg ik nu, het bestuur van Venray heeft vorig jaar een goede keus gemaakt door te stoppen met al die betalingen. Ja, ik vind het ook vreemd, want het is een hele grote vereniging. Maar het is echt hommelus, want de trainer van de tweede ging al in het begin van het seizoen weg. Nu is de damestrainer in november of is opgehaaid ermee. Dus, maar het is ook een gigantisch grote club. Hè? Ja, het is zou het de grootste club van Limburg zijn? Dat is waarschijnlijk de grootste amateurclub van Limburg. Ja. Maar goed, 1200 leden. Soms moet het donderen om weer Blue Sky te krijgen. Ja, dat bedoel ik. Dus laten we in ieder geval. Ja. En dan naar de KNVB. Ja, KNVB is natuurlijk ook. Hoe mensen het eruit vliegen. Dus ook bij de KNVB. We denken altijd dat het een organisatie is. Hoe het allemaal rustig water is. Maar ook daar is het hommelus. Afgelopen woensdag kwam ook naar boete dat 15 leden... 15 van de 17 leden, hè? 15 van de 17, ik heb het hier even voor me klikken. 15 van de 16, sorry. Leden van de Tuchtcommissie. Zijn opgestapt. Nou, dat zijn dus allemaal misschien vrijwilligers. Want anders kunnen ze, dat zijn geen betaalde mensen. Denk ik. Weet ik wel zeker. En waarom zijn ze opgestapt? Doe het er zelf ook wel. Er zijn twee van die leden die hadden een... Daar wouden ze heel simpel gezegd, daar wouden ze vanaf. Daar wouden ze een beetje vanaf. En daar hebben ze dingen voor... een verklaring voor Roet gebracht. En daar was de rest in een en die zin dus... Die zijn metgegaan. Die zijn metgegaan. Wat is het probleem nu? Al die tuchtzaken. En er zijn er nog uit. Want toen was hij met Tom gezet. Het ging alleen maar over rode kaarten en weet ik veel wat. Dat loopt allemaal spaak nu. En dat moet allemaal naar andere regio's toe. Dus ik ben benieuwd. Ik denk als we nu een rode kaart hebben, kunnen ze even wachten op die schorsing. Dus van de ene kant voor de jongens positief. Maar van de andere kant... Het is vanuit de KNVB gezien niet zo denderend. Ja. Wordt dus ook vervolgd. Kijk dus bij de Toto. We gaan naar Toto. Ja, en ik heb drie wedstrijdjes uitgezocht. En ik wou toch beginnen bij volharding tegen Wilhelmina naar Lacht. Wilhelmina Lacht, de trainer van de week. Wilhelmina naar Lacht, periodetitel gewonnen. Maar volharding toe is ijzersterk. Ik denk Wilhelmina onderschat dat een beetje. 2-0 voor volharding. Begreep ik niks van. Maar goed, dit is tien keuze. Maar... Ja, Dorfer stond ik inmiddels boven tegen in de Toto-ranglijst. Is dat zo, ja? Nee, dat gok ik. Oh, nee, ik vind het niet. Dan de derde klasse B, DVO tegen MMC Weert. Ja. Ook Torby hoor ik het op 2-0 voor de thuisclub. Denk ik ook. En op het eigen kunstgras. MMC heeft ook kunstgras, dus. Ja, maar dat van DVO is heel anders en een stukje minder. Goed. Dus 2-0 voor de thuisclub. Akkoord. En dan gewoon ik naar de zesde klasse A, want anders komen we daar nooit. Jaarbeek, Jaarbeek tegen Gulse Boys. Dan ga je het erop, dan ga je het er echt op. Ik zie nog wat ze ingevuld hebben.
Ja, ik ga uit van een 3-3 gelijkspel. Ik ken een heel lul vooral ophangen, maar heel simpel gezegd, ik zou het bij God niet weten. Zullen we een keer zeggen, zonder rode kaarten? Zonder rode kaarten. Laten we dat afspreken, ja. Fijn, spreken we dat af. Ja. Bedankt voor die komst. Volgende week zien we dich weer terug. Met Thomas zien we ook aan het einde van deze sportarena nog een keer een groot applaus voor Marcel Hunze, voor Nicky Maanpa en voor de club van de week, Inter 80. Bedankt voor het kijken. En speciaal voor de dames. Volgende week, Jesse Houtagalum. Fijn weekend. Hoi. Partners van TVL Sportarena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieke.